Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke review video, first impression en zo. Dat vind ik de leukste video's om te maken. Ik heb mijn kanaal ook echt vooral om make-up te testen voor jullie en te reviewen, want dat vind ik echt het leukst. Ik ga vandaag de foundation sticks van Makeup Revolution testen, en allereerste foundation sticks. En ik heb hem in twee kleuren, want ja, online matchen op foundation kleuren blijft altijd wat moeilijker. Dus ik heb het gewoon gegokt op twee kleurtjes. Ik ga de foundation ook de hele dag ophouden en aan het einde van de dag laten zien of je er nog goed op zit, of je niet raakt. Gaat doen en zo. Dus dan weten we echt zeker of de foundation goed gaat zijn of niet. Dus ben je benieuwd hierna, dan blijf vooral even kijken. Nou, daar zitten we dan zonder make-up op. Ik heb hier de twee foundation sticks. Dit is de kleur F5 en dit is de kleur F6. Dit omdat ik niet echt wist welke kleur ik moest pakken, dus ik heb er maar gewoon twee gekocht. Dit zijn de allereerste foundations van de Makeup Revolution. De allereerste echte foundations van hun merk. En het is gelijk in een stick. Ook leuk om te weten, ik heb nog nooit een foundation stick gebruikt. Nog nooit. Dus dit wordt voor mij ook de eerste keer dat ik een foundation stick gebruik. Ik ben heel benieuwd ernaar. Deze schijnt best goed te zijn. Ik heb een aantal reviews gezien. En die waren best positief. Het is geen matte foundation. Hij is heel dewy. Dus hij is geschikt voor de droge huid, zoals de Moa. Dus dat maakt me altijd heel blij. Ik heb deze besteld op tempbeauty.com voor maar 7 euro. Mensen, 7 euro. Dat is echt belachelijk goedkoop. En zoals iedereen weet, ik hou van betaalbare goede make-up. Dus ik hoop echt dat deze goed gaan zijn. Op die website staat alles van Makeup Revolution. En ook alles staat er meteen op. Deze foundation sticks kwamen uit en ze staan daar gelijk op. Je kunt gewoon betalen met PayPal of creditcard. Ik betaal altijd met PayPal. En dan heb je ze gewoon binnen een week ongeveer. Een weekje zo. Binnen, ja, die tijd zeg maar. Ik had deze vorige week vrijdag of zo besteld. En het is nu zaterdag. Volgende week zaterdag, zeg maar. Dus een week heb ik erop gewacht ongeveer. Er zijn nog een heleboel andere kleuren. Helaas niet te koop hier in de winkels op dit moment. Ik hoop wel dat het gaat komen. Want dan kun je gewoon goed je kleur matchen. Voor nu als tip om je foundation kleur te vinden via internet. Ga gewoon naar YouTube video's. Bekijk iemand met jouw huidskleur. En gok op die manier een beetje op jouw kleur. Dat heb ik ook gedaan. En ik kwam uit bij deze twee kleuren. Dus ja, we gaan kijken welke kleur ik heb. Nou, F6 is iets lichter dan F5. Ik ga ze even gewoon hier doen. Oké, deze is dus veel te licht. Deze denk ik ook. Ik kan deze denk ik als concealer gebruiken. Want dat had ik toen ook in mijn hoofd. Want ik dacht, als deze echt te licht gaat zijn, ga ik hem ook als concealer doen. En hij is veel te licht, dus ik ga hem als concealer doen. Ik heb deze kleur dus uitgezocht voordat ik ging zonnebanken. Ik heb nu gezonnebankt, dus ik ben iets bruiner. Maar deze kleur was echt goed geweest als ik nog mijn huidskleur had van toen. Maar ik ga hem gewoon opdoen. Nou, ik heb een hele droge huid en ik gebruik vaak matte foundations. Vandaar dat ik vaak daaronder een hydraterende primer doe. Deze foundation is dus niet mat, dus ik hoef ook niet per se een hydraterende primer eronder te doen waarschijnlijk. Dus ik gebruik vandaag mijn Smashbox Photo Finish Primer. Deze is gewoon heel fijn om al je poriën minder te laten zien en je huid wat smoother te maken. Alleen hij doet dus niks voor de droge huid. Hij hydrateert niet ofzo. Maar ja, dat maakt voor nou dus niet uit, omdat de foundation waarschijnlijk al gewoon genoeg hydrateert. En hierdoor wordt mijn huid gewoon wat meer egaal en meer smooth. Nou, ik ga dus overduidelijk F5 gebruiken. Ik ga gewoon zo een paar strepen aanbrengen op mijn gezicht. Hij is echt heel creamy, ja. Ik voel het al terwijl ik het hier op doe. Ik doe lekker veel op, want zo ben ik. Ik wil altijd lekker veel dekking. En met mijn beauty blender ga ik het allemaal uitblenden. Ik denk dat de kleur wel matcht. Ondanks dat ik nou wat donkerder ben, denk ik wel gewoon dat die gaat matchen. Hij blendt heel makkelijk uit. Dat komt dus ook echt omdat hij zo creamy is. De dekking is echt medium. Totaal niet full coverage. Dus het is geen volledige dekking. Maar misschien als we iets meer opdoen, dat ik iets meer dekking kan krijgen. Dus ik ga lekker gewoon wat meer opdoen. Ik wil altijd vooral hier wat meer dekking. Dus ik doe alleen maar daar meer. Nou, ik heb hem helemaal opgedaan. Het is een hele ideale medium dekking. Gewoon voor de alledaagse meid die niet allemaal te veel poespas wil. Die niet te veel dekking wil. Die geen cakeiness wil. Is deze echt ideaal. Vooral als je een hele droge huid hebt. Ik ga nu even F6 een beetje hier onder mijn oog doen. En dan gaan we kijken of dit gewoon een beetje zo kan. Ik doe het ook al met kin. En mijn voorhoofd. Je kunt ook een wat donkerdere kleur kopen. En dan daarmee contouren slash bronzen. Ik heb een beetje spijt dat ik dat niet heb gedaan. Ik had dat gewoon moeten doen. Ik was nog aan het twijfelen van zal ik dat doen of niet. En ik heb het niet gedaan. En nu denk ik bij mijn eigen waarom niet. Ja, je kunt er ook echt prima mee highlighten. Ik zou dit niet per se als concealer gebruiken. Omdat er gewoon niet genoeg dekking is. Ik wil gewoon heel veel dekking. Vooral van mijn concealer.
Maar Makeup Revolution heeft ook een hele goede concealer. Die ga ik zo opdoen. Nou, het zit er helemaal op. Het blenden ging super makkelijk. Het is heel creamy, medium dekking. En ja, de prijs is gewoon geweldig. Ik heb voor nu nog niks slechts over te zeggen. Tenminste, het is geen volledige dekking. Als je dat ziet als iets slechts, ja, dan is dat dus slecht. Nou, dit is de Conceal & Define in de kleur C5 concealer van Makeup Revolution. Ik heb hier ook al een video over gemaakt. Als je die nog niet hebt gezien, klik even hierboven. Dan zie je mijn review hierover. Kleine spoiler alert, ik was er positief over. Dus ik ga deze gewoon als concealer aanbrengen. Wat ik wel echt heb, is hij gaat heel snel leeg. Wie van jullie heeft deze ook? En heeft dat ook gemerkt? Hij gaat echt super snel leeg. Ik heb hem echt, weet ik veel hoe lang gebruikt. In ieder geval een stuk langer dan mijn andere concealers. En die gaan echt een stuk langer mee. Dus ja, dat viel me wel echt op aan deze. Dit is ook al mijn tweede. Die eerste is al op gewoon. Weer lekker uitblenden met mijn beauty blender. Deze is trouwens wel echt full dekking. Deze concealer. Deze is echt goals. Nou, de concealer zit er ook helemaal op. Ja, over de concealer ben ik altijd tevreden. Al gaat hij wel een beetje hier in de lijntjes. Dus je moet snel afpoederen. Ik ga hem nou even verder opmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik dan weer helemaal full glam opgemaakt. Mocht je afvragen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb MAC lippenloodje et cetera. Met de Ofra lipstick in de kleur Nude Potion. Dit was van de Nikki Collection. Nikki Tutorials Collection. En de Kiko 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 18. En daarmee krijg je deze mooie nude lip. Nou, mijn make-up ging er helemaal perfect op. De foundation is een tikkeltje te licht. Ik heb dus wel goed gematcht qua mijn huidskleur. Alleen, ja, ik ben nou twee keer gaan zonnebanken, waardoor ik gewoon niet te bruiner ben. Maar ik heb er toch wel iets van kunnen maken. Gewoon een beetje veel bronzen en zo. En volgens mij is er niet echt heel veel verschil. Hij is gewoon een tikkeltje te licht. Nou, ik vind de foundation tot nu echt prima. Het is echt een goede alledaagse foundation. Niemand wil echt elke dag die full glam. Ja, of ja, misschien wel. Maar de meeste van ons willen niet elke dag die full glam. En maken zich niet elke dag op zoals ik nou op ben gemaakt. Dus het is ideaal voor gewoon alledaags. Ik heb ook een review gezien van Holly Boone. Ik kan haar achternaam nooit goed uitspreken. Ik zal haar video ook even hier linken. Zij heeft een vettige huid. En zij heeft deze foundation ook getest. En dan kun je even zien hoe het is bij iemand met een vettige huid. Maar voor een droge huid is hij ideaal. Hij is niet te dewy, niet te vettig. Hij is gewoon prima. Ik denk dat voor een normale huid hij ook prima gaat zijn. En in de video van dat meisje zag ik dus dat hij bij een vettige huid ook goed gaat zijn. Al heeft zij niet super vettig. Zij heeft een beetje normaal tot vettig. Dus als je een hele, hele vettige huid hebt, moet je gewoon of heel veel poederen of deze foundation gewoon niet nemen. Dan moet je het gewoon echt houden bij een matte foundation. Nou, ik ga nou gewoon de foundation de hele dag ophouden. En ik kom straks bij jullie terug om te kijken of de foundation gewoon goed is. En of je niet allemaal raar gaat doen na een paar uur. Dus dat zien we straks. Ik zie het straks. Jullie zien het over 1 seconde. Nou, daar ben ik dan weer. Het is nou een paar uur later. Ik heb een andere lipkleur op. Ik heb de BB Cosmetics lipkleur op. De matte lipgloss in de kleur, ik weet niet. Volgens mij is er maar 1 kleur van. Mijn foundation zit er nog helemaal prima op. Hier is er een beetje vanaf, maar ik heb hier allemaal lopen krabbel, want ik had jeuk. Voor de rest, ja, het is niet vettig geworden. Het is niet raar afgegaan. Het is niet raar gaan zitten. Het is gewoon een prima alledaagse foundation. Hij doet echt niks raars. Hij gaat ook niet in rimpels of zo. Dus ja, maar prima. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Die komt zaterdag. Doeg!